Ja, hoi allemaal, vandaag een nieuwe Let's Play. Vandaag gaan wij weer iets leuks doen. Ik ga namelijk vandaag een homestable tour doen, want het is best vaak gevraagd. En ik denk, nou, weet je wat, ik laat jullie gewoon even mijn hele homestable zien. Ik laat niet al mijn kleren zo zien, maar ik kan jullie wel laten zien hoe ik het heb ingedeeld en zo. En het werd best vaak gevraagd van, jullie doen weer een homestable tour. Dus hier vandaag weer een homestable tour. En ik laat jullie ook zo goed als allemaal paarden zien. Niet echt ermee rijden, zou ik zeggen. Nou ja, dit is mijn homestable in New Hillcrest. Omdat ik hier altijd echt superveel quests had. Ja, ik kan eigenlijk wel weer gaan verhuizen eigenlijk. Maar ik blijf hier nog eventjes wonen. Ik vind het hier wel fijn dat het zo rustig is hier. Als je denkt, jullie, het is een beetje nat. Ja, het klopt. Ik heb vanochtend gedoucht en het is nog steeds nat. Het zat in mijn staart. Kijken. Oh. Zoe Wintersun is online. Oké, we gaan nu in de homestable. Trouwens, I'm the boss. Even dat jullie het weten. En daarna gaan we eventjes nog... Ah, nou, dat doe ik zelf eventjes. Oh, heel even het muziek wat zacht zetten. Ik word erdoor afgeleid. Geluid. Zo. Dat is beter. Nou, ten eerste zet ik heel even mijn... paarden waar ze horen. Ik zie nu natuurlijk het meest Thunder Shadow, aangezien hij het paard is die ik nu aan het trainen ben. Nou ja, ik ben niet echt aan het trainen. Als ik op Star Stable train, dan train ik hem. En ik ga straks wel eventjes denk ik de wedstrijden doen in Dundle, zodat ik die in ieder geval heb gehad. En Blue Boy, waar sta jij ook alweer? Ik ben weer lekker voorbereid, jongens. Hè? Nee, dan mag je wel even hier staan. Ja, ik weet jongens dat je daar ook een gestal hebt. Maar dat doe ik nooit. Dus als je nu op opzetten zou klikken, dan zou het echt niet meer kloppen. Want Power Lady, die staat heel ergens anders. Volgens Dark Mode heb ik het uit. Oké, nou jongens. Nu gaan we eindelijk beginnen met de homestable tour. Nou, zoals iedereen heb ik gewoon dit als ingang. En nou, hier heb ik dan ongeveer niks staan, want wat iedereen heeft. Het is een toonbank, by the way. Hier kunnen mijn paarden eten bestellen, als ze honger hebben. Ik doe eigenlijk altijd stalhulp met verzorgen, omdat ik niet altijd de tijd heb om mijn paarden te verzorgen elke dag. En ik heb er zoveel. En dan denk je, ja maar Judith, waarom zou je? Want je rijdt toch altijd maar één paard. Ja, maar ik ben gewoon zo'n persoon die echt random opeens op een paard gaat rijden. Dus dan doe ik liever... eventjes dit. Lekker makkelijk. Het is wel duur, dat weet ik. Maar ja, boeiend. Hierna opstellen paarden. Uiterlijk wijzigen heb ik al een keer gedaan. Nou, dit is dus hoe al mijn kleren op dit moment zijn. Ik ga het veranderen, want de jurken gaan ergens anders komen. Maar zo ziet het er nu uit. Ja, dit zijn allemaal shirts. Echt bijna helemaal vol, zoals je kan zien. En die jurken wil ik hierheen brengen. Dat kan helemaal niet. Ja, ik denk dat ik die laatste ook maar moet gaan gebruiken. Ik ben... Oh, kijk hier. Nou ja, shirts, broeken, handschoenen, hoeden. Ik wist echt niet dat ik er zoveel had. Schoenen, ook echt verdomd veel. Verdomd. Oh, dat zei ik niet, jongens. Dat was niet mijn bedoeling. Ook heel veel, keiveel. Maar ik snap niet, want ik heb volgens mij alleen deze gekocht. Omdat ik die toen mooi vond. Die leken op mijn echte schoenen. Even kijken of ik er eentje hiervan heb gekocht. Oh ja, deze heb ik volgens mij wel gekocht. En deze misschien trouwens. Nou ja, maakt het niet uit. Nou, hier gewoon alle zonnebrillen. En dan ja. Ja, hier heb ik eigenlijk een paard voor nodig. En nou ja, hier heb ik alle zadels die ik heb. Nou ja, niet alles, want ik heb natuurlijk degene die ik gebruik... Ik heb nu bijvoorbeeld de bruine en de zwarte zit op een paard. Maar ja. En dan hier heb ik alle goede zadels. Met bijvoorbeeld 3 rijden. Of 3 snelheid bedoel ik. En hier, ja, deze is trouwens ook. Ik weet niet waarom die daar tussen staat. Maar ik weet niet wat er zadeld is. Dit zijn volgens mij allemaal western zadels. En dit zijn gewoon random zadels die niet echt bepaald iets goed hebben of zo. Ja, bijvoorbeeld 1 snelheid, maar ja, dat is niet goed. Hier hangen, is hetzelfde, alle hoofdstellen. Maar hier heb ik alle western hoofdstellen. Hier heb ik alle gouden hoofdstellen, omdat ik er zoveel van had. Maar als ik zo denk, denk ik, nou dan kan ik dat net zo goed ook doen. En hier heb ik alle goede hoofdstellen.
weer hetzelfde. Hier heb ik alle normale dekjes. Hier heb ik alle grote, goede dekjes. Maar van deze dekjes heb ik helemaal niet een goede volgens mij. Nee. En hier heb ik allemaal van die andere soort dekjes. Ik kan het niet zo snel uitleggen. Nou, dit zit echt ook bijna helemaal vol. En eerst zat het ook vol. En toen ontwikkelde ze tasjes. Maar de tasjes heb ik nu in deze staan. Oh nee, dat is de hele zetten. In deze staan. En dit was... Dit was de tweede verjaardag, jongens. De tweede. Wauw. Moet je nagaan hoe lang ik al Starship speel. Best wel lang, maar ik heb niet de grote drastische dingen meegemaakt. Oh ja. Huisdieren. Nou, dit zijn al mijn huisdieren. Ik snap niet, wie heeft dit nou allemaal vol zitten? Iemand, vertel het. Zoveel dieren zijn er niet eens. En ik dacht, ah, leuk, een vosje, weet je wel. En ik denk, ah, dat kan niet meerennen. Maar dat kon dus helemaal niet. Of een eekhoorn, natuurlijk. En hier heb ik gewoon wat voorwerpen staan. Want kijk, dit gebruik ik dus nooit. Maar ik heb het wel. Maar ja, dit krijg ik ook nooit van mijn leven. Oh, wacht. Ik kan dit er wel even meteen zetten. Want jongens, waar denken jullie dat dit voor is? De meubelstukken. Denken jullie dat er op een gegeven moment meubels gaan uitkomen of wat? Of dat je hierboven... Ja, dat zou cool zijn. Als je dan deze ladder in je hoofdstable quest hebt. Dus dat je deze ladder dan bijvoorbeeld ergens moet plaatsen. En dat je dan... naar je huis kan of zo. Ja, hier ergens. Dat zou wel cool zijn. Nou, hier staat Lotje, mijn eigen paard. Mijn eigen paard is Lotje. Deze lijkt er wel een beetje op. Daarom, ja, er is ondertussen een paard die er meer op lijkt, maar ik hou dit paard gewoon als Lotje. Deze heeft iets te donkere vacht. Nou, Billy, dat was mijn lievelingsmanegepony. Hier staan alle, dat zijn gewoon mijn lievelingspaarden, daarom staan ze daar. Dit zijn alle paarden die ik nu aan het... Die getraind moeten worden nog. Dit zijn ze allemaal. Er zit er niet eentje nog die nog getraind moet worden. Nou, hier staat Gold Star. Die kennen jullie allemaal wel. Hè? Die heb ik toen... die is uitgetraind. Nou, deze moet ook getraind worden. Maar die ben ik nu aan het trainen. Ja, hij kan op zich wel daar staan. Maar ik weet niet. Ik vind het altijd fijn om een paard gewoon eventjes zo neer te zetten. Hoe ik het altijd doe. Dit is de voerkamer waar ik echt nooit kom. Want eigenlijk heb je niks aan de voerkamer. Je kunt volgens mij niet de lamp uitzetten. Nee. Natuurvervuiling, jongens. En dit is de zadelkamer. Ik vind het jammer dat je niet hier de zadels op had, zou kunnen hangen of zo. Dus op zich snap ik het wel. Het zou wel irritant zijn. Nou, ik heb één vergroting volgens mij. Weet ik niet helemaal. Nee, ik heb twee vergrotingen. Want mijn stal daar. Of misschien zelfs wel alle drie. Ik weet het niet eens, jongens. Ja, Rockstar. Hier staan gewoon random paarden waar ik soms gewoon even op ga rijden of zo. Maar ja. Nou, jullie kennen. Dit zijn alle paarden die jullie allemaal wel zullen kennen. Behalve deze. Oh, deze moet ook getraind worden. Oh, jongens. Dus ik die wel even in de stal waar Goldstar staat. Nou, dit zijn al mijn paarden. Het zijn er heel veel, I know. Hoeveel zijn het er? Ja, we gaan ze even tellen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, ja, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Oh, hoor je dat? Ik vind het nog meevallen. Ik heb, oké, niet van alle rassen één, maar van de meeste rassen heb ik er één. Ik heb nu van de Hannoveraan niet één. Zo. Maar dat is het eigenlijk. Voor de rest heb ik elke. Dus jongens, dit is mijn homestable. Het is echt zo'n chaotische homestable tour. I know. I'm sorry for that. En ja, ik weet niet hoe lang ik aan het opnemen ben. Maar er is ook gewoon ongeveer niks wat ik kan doen. Ja, ik kan wel wat doen. Story quest. Maar daar heb ik geen zin in. Dat ga ik even straks zelf doen, denk ik. Ja, ik weet niet. Ik heb niet zoveel tijd. Ja, nou dit is dus mijn homestable. Ik hoop dat jullie het leuk vinden om te zien hoe mijn homestable eruit ziet. Want ja, zullen we de homestable vergroten? Kost al veel geld.
Ja, we gaan hem vergroten. Even kijken hoe duur het is. Volgens mij was het 260 of zo. Vind ik wel duur. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dan kan ik nog meer paarden kwijt. Kan ik allemaal paarden die ik train misschien wel kwijt. Ja, we gaan even kijken hoe duur het is. Volgens mij is het 260. Oh, 250. Oh, dan wordt er hier nog een stal toegevoegd. En dat zijn, daar heb ik alles. Zal ik het gewoon doen? Ik ben zo raar. Jongens, oké, dan gaan we meteen even kijken bij hoe die stal er dan uitziet. De upgrade in je stal is voltooid. Oeh, spannend. Ik ben benieuwd. Wow. Even kijken hoe groot het er nu uitziet, jongens. Zo ruim. Ik vond het eerst al zo ruim uitzien, maar nu? Wauw. Wauw, guys. Yes, I like it. I like it really much. Very much. Really much. We gaan Gold Star sowieso inzetten. Oh, en Blue Boy ga ik in die stal zetten, denk ik. En dan gaan we even Dark Flyer gaan we even aanpassen. Een ander paard gaan we doen. Hoeveel Starkers heb ik nu? Oh, een beetje weinig. Ja, dit had ik laatst ook. Toen liep hij weg. Maar toen liep hij ook echt helemaal daarheen gewoon. Nou, doei Thunder Shadow. Oeh, weet je wat ik me afvraag? Of je nu de stal ook kan doen. Oh, dus je kunt meerdere paarden in een stal zetten. Lachen. Dat wist ik niet. Ik denk dat ik naar Dundle wil verhuizen, jongens. Zou ik het doen? Nee, nog even niet. Zou ik nu wel op kunnen stappen dan? Ja. Dat deed ik niet, jongens. Hij liep zelf weg. In Darkflyer stal zetten we ook even iemand anders. Coolkit? Nee, vind ik... ja, ik wil een nieuwe Arabier, jongens. Ja. Ik ga even een wenslijstje maken met welke paarden ik allemaal wil. Goldrunner. Of Goldplay. Ik heb wel veel paarden die Goldplay heten. Of iets met gold. Goldstar, Goldflash, Goldplay, Goldrunner. Goldplay, die is eigenlijk van mama. En het is eigenlijk moest Goldplay als een... de band. Maar ja, die was er niet. Want mama was fan van Goldplay. Ah, oh, ik vind het wel zielig. Hij kan geen contact hebben. Nou jongens. Dit is dus mijn homestable nu. Heel erg ruim. Hallo. Hallo. Wauw. Oké, okay, I like it. Ik hoop dat er nog meer uitkomt. Maar dit was de Let's Play. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En ik hoop tot de volgende video. Doeg! Oh, de volgende video is dat neemt Anouk op. Yay!